Zeer zaterdag, dik voor me. Dat is wel even lang geleden, hè? Een week, Dick. Ja, een week. 4 weken, Oen. Oh, ja? Vier weken lang niet op de radio, maar daar zijn we weer. Hè? Sterker dan ooit. Ja. Daar komen we weer, hoor. En u begrijpt het wel, want we hebben verzameld. Hey, Dick. Hoe is het toch mogelijk? 4 weken lang hoor je geen hey, Dick. We zijn nog niet op de zender. We staan nog niet op rood. Het lampje brandt nog niet eens. En wat hoor ik? Hey, Dick. Hey, Dick. Ja. Ik heb een hele leuke uitzending voorbereid. Heb je vier weken de tijd voor gehad. Natuurlijk heb je een leuke uitzending voorbereid. Wat heb je voorbereid dan? Willeke Alberti komt. Ach, maar Willeke Alberti. Ach, wat leuk. Dat vind ik. Dat is een liefhebber, hoor. Betty Brug. Wie? Betty Brug. Betty Spossie. Wat hoor ik nou de groot? Ik hoor hem. Ja, ze is op binnen. Wie? Betty Brug. Is dat Betty die hem hoort? Die zit in de kleedkamer. Maar wat doet ze? Ja, dat weet ik ook niet. De groot doet er open. Dan bent ze roepen. Wat wil ze nou? Ja. Hey, kom maar aan, Patty. Doet die deur nou open, de groot. Laat Betty Brug hem in. Dames en heren. Betty Brug, dames en heren. Betty, wil je wat vragen, hè? Hoe lang ben ik al binnen en waarom heb ik nog niks te drinken? Excuus, de groot kan nog even verwachten. Ik heb een vrouwpraat geleverd. Harry, nu onmiddellijk hier komen. Hier komen. Even van mevrouw Braat. Hier ben ik al. Ja, mevrouw Braat. Wat moet ik doen? Mevrouw Braat, wat te drinken hebben. Even wat te drinken halen voor Betty Braat. Betty Braat. Ja, Betty Braat. Nou, halen. Ik haal even mijn fototoestel. Wat gaat hij nou doen? Hij haalt even zijn fototoestel. Zijn fototoestel, dat wil mevrouw Braat misschien. Mevrouw Braat, kan u even lachen? Even op de foto. Ik kan wel één foto te maken. Deze week gaat het wel door. We zijn hier vier weken voor Jodokus geweest. Iedereen is ingelicht. Niemand vertelt ons wat. We komen hier lege studio. Nee, ja, natuurlijk. Nou, de groot. Ja, de groot. Ik was ziek. Ik was ziek. Je had een beetje aangeslagen, Tom. Griep. Het heeft toch niet met je griep? Nou, het heerst wel, hoor. Ben u wel naar de dokter geweest? Ja, medicijnen gekregen. Dat heb ik ook gehad. Ja, helpen je die niet? Nee, die sloegen niet aan. Die sloegen niet aan. Hoe kan dat nou toch? Ik heb precies gedaan wat er op het flesje stond. Stond er een hop op het flesje? Goed gesloten houden. Kom op nou, laten we morgen met mijn hammer eens. Dat helpt me toch niet? Nee, natuurlijk helpt niet. Maar dan moet je weten hoe toch. Die denkt eerst dat je flesje alleen maar dicht moet. Kom op nou, mensen. Ik ga er verder niet over kijken naar die medicijnen. Mensen, laat nou gaan. Nou, misschien belangrijk. Ik heb er verstand van, hoor. Ja, oké. Nou, we hebben een hoop te doen. Kom op, mensen. We gaan gauw beginnen. We hebben een hoop te doen. Ja, we hebben een hoop te doen. Nou, de groot, jij hebt weer wat geregeld. 4 weken de tijd gehad om wat te regelen. Ik mag er aannemen dat er nou een knalletje komt. Hè? Nou, wat komt er dan voor knalletje? Ik zou zeggen, een hele goede middag allemaal. Hier is weer Henk Dulles. Jazeker, dat was ook even geleden. Ja, dat is 4 weken geleden. Maar goed, dat was hier vorige week ook, maar er was niemand. Was er vorige week geen uitzending? Nee, vorige week was er geen uitzending. Ik was ziek. Ziek? Ja, nou ja, ziek. Ziek zo erg. En wat had u? Ach, ik heb een zware griep. Wel medicijnen genomen. Ja, maar die sloegen niet aan. Ze sloegen niet aan? Hoe kan dat nou? Omdat hij het flesje gesloten hield. Het flesje gesloten, dan helpen ze toch niet? Ja, maar het stond erop. Het flesje goed gesloten. Ja, maar dat is eerst. Dat is daarna. Ik word daar zo moe van. Hè. Dat is toch na 4 weken radio stilte. En waar komt hij mee terug? Met zo'n oude mop. Ik ken hem niet, hoor.
Ik kan hem ook. Hé, Tullis, wat kom je doen? Wat is er? Wat heb je nou? Wat is er? Wat heb je voor de knaller? Ja, ik heb een knaller. Ik heb een knallertje. Wat is het voor knaller? Ik heb exclusief kunnen arrangeren. Exclusief. Voor de dik voor elkaar. Voor de dik voor elkaar. Hoor ik nou pet, pet, joh. Ja, wat is er? Kan je me alsjeblieft eventjes in mijn ondergoed rijgen? Wat moet ik voor je doen? Kan je me alsjeblieft eventjes in mijn ondergoed rijgen? In je ondergoed rijgen? Laten we dat nou even. Hallo, we zitten voor de radio. Ja, maar moet even. Wacht even. Doe dat nou. Even mijn voeten. Doe dat nou. Het is toch geen... Er komt wel vertelling. Het lijkt me of er een rollade wordt ingereden. Wat is er gebeurd? Dan maak ik even een foto, zeg. Nou weg met die camera. Dat wil ze niet. Ja, maar dat wil ze niet, Harry. Ga nou weg met die camera. Doe me dat foto toch een keer. Back to the... We zijn toch... Radio. Kom even weer tot mezelf, hè. Even back to the base. Waar waren we? Henk Dulles. Ik bedoel, Dulles. Wat was er? Je had een knaller. Kom op, mensen. Doorgaan met het programma. De knaller, wat had je? Ik probeerde net al een paar keer te vertellen. Wat? Ik heb dus een knaller. Wat is die knaller? Ja, ik heb een stunt, hè. Wat voor stunt? Heel bijzonder. Ik heb namelijk exclusief voor de Dik voor Mekaar show kunnen engageren. Nou, wie komt er? Het Willeke Alberti, dames en heren. Willeke Alberti? Ja. Maar die komt toch in elk programma, Willeke Alberti? Nee, maar die is heel bijzonder, hè. Ik heb er iets bij bedacht. Maar wat komt er dan bij? Ja, heel erg leuk. Maar wat is er dan? Willeke en de sound effects. Wat is de sound effects? Willeke en de sound effects. Wat is nou Willeke en de sound effects? Oké, zij gaat het net nummer zingen van het oude huis. Oh, mijn favoriete van het oude huis. Dat lieve oude woord. Ja, dat kennen we. Een plek onder de zon. Dat hoeft niet dat hele lied. Ja, dat kan ik zeggen. Ja, dat kennen we. Hou nou maar. Gaat ze zingen. Daar gaat ze zingen. Maar daar doen we sound effects bij. Sound effects? Wat voor sound effects? Nou, ik heb een zeer speciale sound effects man heb ik meegenomen. Sound effects man? Gespecialiseerd bij de film. Bij de film? Dat is Kees Lombok. Kees Lombok. Die doet altijd de sound effects bij de Nederlandse films. Oh, wat voor sound effects? Trap oplopen, dat doet hij allemaal. Oh, ja. Dat is gewoon heel erg. Kees! Ja, Kees, kom even door. Ja, daar komt Kees. Ja, Kees, hallo, leuk. Kees, geweldig dat je er bent, Kees. Jij gaat sound effects doen bij het lied van Willeke Alberti. Bij Willeke Alberti, het oude huis. Van het oude huis gaat het. Nou, we zijn vreselijk benieuwd. Heb je de spullen bij? Kom maar klaar, Kees. Ik heb een koffer vol bij me, met geluiden. Nou, dan gaan we luisteren, dames en heren. Heel speciaal, hè. Een grote stunt. Het is er klaar voor, hoor. Ja, ik ben er ook klaar voor. Daar komt ze, dames en heren. Willeke Alberti, dames en heren. Met het oude huis. Ja! Even stil, hè? Even luisteren. Even wat spullen leggen, even hier klaar op volgorde. Even rustig, hè, meneer Lombok. Ja, maar dat horen we zo meteen. Ruik ik dadelijk, hè, in het lied. Ja, dat begrijp ik wel, maar dan gaan we eerst even. Eerst komt Willeke, hè? Oké, ik heb het staan. Mooi, even stil. Ik hoor de ruzies. En de feesten. Ruzies en feesten. Mensen, even stop. Ik maak ruzies en feesten. Nou, dat hoeft niet. Ik pak mijn accordeon. Ruzie bij de buur, hè? Meneer Lombok, laten we nou. Meneer Lombok. Ja. 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 Ja.
Nee, natuurlijk niet. Als je nog een keer vindt, dat ik rood. Nou, waar gaat dit toch aan? Dat is een liedje. Ik wil even duidelijk overwegen. Ja, ik begrijp het. Je wilt er niet te ver gaan met mij. Nee, ik ben ook. Ik heb ook mijn kind. Om de geluidseffecten, dat is toch. Ja, die is van mij. De kraken van de derde trein. Ik loop even naar boven. Naar boven? Hier beneden is er ook wel een... Ja, maar de derde trein die kraakt hier. Maar je gaat er niet helemaal... Ga bij mij naar boven. Ja, maar je gaat er niet helemaal... Gaat helemaal de trap op naar boven. Wat is er nou? Ja, nou. Oh, je kraakt niet. Ja, oh, ja. Ja, we hebben gewoon... De derde trein is dat. Ja, geweldig. Wil ik er weer. Die nooit meer begint. Nou, dat kan ik moeilijk laten horen. Nee, ik kan het wel even maken. Hoppa. Ik gooi dat kopje thee van de broer tegen de muur aan. Begrijp je wel? Ik hoor de bel als hij niet stuk was. Oh ja, de bel. Wacht nou, even. Niet, ik ga even bellen. Waar heb ik de bel? Hier. Hoor. Hoor u hem? Ja, zuiver, hè? Ja, we horen. Hou nou maar, we hebben hem. Hou nou maar met die bel! Hij zit vast! Ik krijg hem geen geweldig idee. Hij dulle is toch. Wat alleen wil ik is toch. Al die geluidjes. Ja, stuur. Geen stuur. Even een hamer. Ja, hamer. Je hebt een hamer. Laten we nou even kalm. Hij is stil, hè? Hij is stil. Ja, we willen weer luisteren. Natuurlijk. Ik breng een plantje naar beneden. Ja, komt-ie! Wat doet hij nou weer? Ik gooi een plantje naar beneden. Dat zingt ze helemaal niet. Jawel, ze zingt dat toch? Ze zegt, ik gooi een plantje naar beneden. Ze brengt een plantje naar beneden. Brengt ze naar beneden? Ja, ze brengt het naar beneden. Ze zingt. Hebben we niet goed gehoord? Ik heb Willem, kan je nog één keer zingen, even? Luister. Ik breng een plantje naar beneden. Hoort u nou wel? U hebt gelijk, hoe is het mogelijk? Ja, natuurlijk. En de verhuizer zegt... Nu even dicht! Kunnen jullie nou helemaal niet alleen? Hij is goed, hè? Ja, hij is goed. Hij is geestig. Hij is het hele liedje krijgt een lift erdoor, hè? Zo'n zonde van dit liedje. Maar het oude huis wordt gauw gesloten. Ja, rustig nou. Oh, nou, rustig nou! Er stopt een auto met twee mannen. Ik ben Kanus. Maak je. En ik ben Gunning. Heren. Waarvan er één de grond straks komt. Attentie voor de jokkeloeren, zijn er gaan we, hè? Dat huis, dat riep me al de hoog in. Ik voel me altijd al zo fijn. Een warm gevoel, een dierbaar maar we zitten nokkie nokkie bij. Hou nou met me. We zitten nokkie nokkie, dus ja. We gaan gauw verder. Want heel belangrijk, het hoogtepunt van het programma is aangekondigd. Want ik word hier toch helemaal hysterisch van. Hou er dan nooit op. Oh.
helemaal kwijt. Helemaal kwijt. 4 weken geleden. Oh, nee, dat is toch weer toch. Je weet toch nog wel. Oh ja, maar kan je nog één keer voor mij? Nou, laten we daar één keer. Even die prijsvraag aan te kondigen, dat is niet normaal meer. Nou, ja, de prijsvraag. Hoe was het ook alweer? Van 4 weken geleden. De vraag van 4 weken geleden. Bestaat die nog, de vraag van 4 weken geleden? Als je wordt verrast door verschillende vlekken, pak Ariel Vloeibaars er allemaal aan voor een briljant schone was. Heb je een baantje in een restaurant gehad? Oh, ik wil net... stil maar. Je shirt vertelt het me morgen wel. Heb je een baantje in een restaurant gehad? Nou weet je, dat was de vraag. Ja, jongen, jongen, wat een briljante vraag. Daar heb ik leuke antwoorden op gehad. Ja, ik kan dat kan niet mis, hè. Nog briljantere antwoorden. 4 weken de tijd gehad, dus dan moeten er toch wel hele leuke antwoorden komen, weet je. Rini Aerts uit de Amazone. Ja, Rini Aerts uit Amazone, ja. Heb je een baantje in een restaurant gehad? Nou, ik ben vreselijk benieuwd natuurlijk. Als je de Troskantine een restaurant kunt noemen, ja. Dan heb ik een baantje in een restaurant. Wat een petit piece. Dat is zo leuk, hè? Ja, deze is van iemand die zich Gert van Brakelenstein noemt. Dat is van die waar, hoop ik, hè? Heb je een baantje in de restaurant gehad? Ja, maar dat is al 2 jaar geleden. Ja, wij allemaal, hoor. Wij allemaal, hè? Zijn er ook weer van die klanners, de groep? Want ze zijn wel heel erg leuk. Ja, we hebben het 4 weken niet gehad, Jan ook. Van dus Molen. In 4 weken lust je wel weer wat, natuurlijk. Jan van de Molen uit Jouren. Ja, mooi op. Heb jij een baantje in een restaurant gehad? Ja. Komt ze antwoord. Bert Hielen nog, nee, ik heb mijn vriendin uit het bordeel gehaald. Bert Hielen, dat de broek weer. Ja, hoor. Heel begrijpelijk. Daarover gesproken, dat als ze deze ook wel erg leuk vinden. Van Joost Smit uit Hoofddorp. Heb je een baantje in een restaurant gehad? Nou, dan komt hij weer, hoor, mensen. Nou, wacht maar tot je mijn onderbroek ziet. Ja, we hebben het allemaal, je houdt het niet droog, hè. Nee, houdt niet droog. Dat is trouwens de winnaar. Oh, de winnaar, mensen, de winnaar! Dat begrijp ik nou niet. Dat is toch de muziek-tune-spot aan. Er komt niemand naar beneden van die trap. Meestal is hij vroeg. Ja, meestal is hij vroeg. En nou is hij er niet. Weet je wat, Dick? Ik heb een goed idee. Goed idee. Even snel de groep van we lopen. Ik bel hem even op. Ja, wat heb ik gemaakt? Dat is toch niet... Dat maakt toch niet... Ja, maar er niks gebeurt. Nou, Leo, die komt, dat redt hij toch al niet meer. Heb je nou even zijn stem, hoor. Dat gaat over. Doe toch allemaal. Hallo? Hallo. Hey, Leo. Dit telefoongesprek kost 90 eurocent per minuut. Wat is dat nou voor onzin? Dat kan helemaal. Hallo? Dat kan toch ook helemaal niet te groot. Met wie spreek ik? Je spreekt met de groot. Ja, met de groot. Oh, met de groot. Ja. Met Leo. Ja, Leo, wat blijf je? Ja. Hoe bedoel je, wat blijf ik? Nou, we zitten op je te wachten. Ja, natuurlijk, voor de prijs van de hoofdprijs van de prijs. Ik ben al 4 weken lang ben ik voor lul langs geweest. Ik denk, nou gaat niet meer door, zeker. Oh. Is het nou weer op de radio? Iedereen heeft toch bericht gekregen? Ja, dat heeft niemand mij verteld. Iedereen heeft bericht gekregen, iedereen weet Petty Bart is er ook. Zit Petty Bart daar? Ja. Maakt nou niet uit wie ik kom er gelijk onder. Dat heeft toch geen nut, dat heeft toch... Dat redt hij toch lang. Nou, doe even zelf nou die prijsvraag, die uitslag. Wat is er, de nieuwe opgave? De winnaar. De winnaar. Nou, wat is de winnaar van deze? Marcel van Uden. Marcel van Uden. Ik bies echt in mijn broek. Daar valt er nou op te lachen, dat is gewoon, dat is, zo heet hij, dus dat mopt toch niet, Marcel van Uden. Hij woont Heilige Bos 16. Heilige Bos 16. Ik bies echt in mijn broek. Wat is er nou, wat is er, Heilige Bos 16? In Bergen. Nou,
vrouw is wel klaar, Betty. Ja, we pissen allemaal in ons broek. Wat gaan we doen met die vrouw? Ze hebben er even een drankje genomen. Een drankje genomen. Betty neemt er ook even een. Dat kan die vrouw niet hebben. Dat kan die vrouw. Doe dat nou niet. Nou, ja, de grote oplossing van de winnaar. Op de vlag. Heb jij een baantje in een restaurant gehad? Ja, wat komt die? Nee, maar ik had een pizzakoerier van rechts niet zien komen. Oké, nou even snel er niet op. Gaan we nog mensen, dan houden we nog wat tijd over, hè? Frits, luister, even een update over die meeting. Ze kunnen nog cancelen, maar mijn first impression is dat we een go hebben. Ja, hoeveel ze precies in mind hebben, wordt nu gecheckt door sales. Maar mijn gut feeling zegt dat het major is. Echt huge. Mijn enige concern is of we de job kunnen handelen. Kijk, we kunnen de units provider, we kunnen de finance tackelen. Maar als we overnight willen deliveren, dan moeten we een deel van de business outsourcen. Wacht even. Heb je mij even zo'n couperte soep? Ah, lekker. Dankjewel. Anyway, lijkt me smart om zo even te levelen, oké? Ga ik nu even lunchen. En wat was nou de vraag? Wat was de vraag? Heb je voor mij ook zo'n kop ettensoep? Oh, heb je voor mij ook zo'n kop ettensoep? Heb je voor mij ook zo'n kop ettensoep? Daar had je daar een leuk antwoord op. Een leuk antwoord. Ja, of niet zo leuk, maar een beetje leuk antwoord. Stuur op. Een dik voor elkaar pakket kunt u zien. Overal blij mee. En wat is het? Dik voor elkaar, apenstaartje pak een beetje. Cross.nl. Klaar. Zeer, hè? Heeft er 4 weken op moeten wachten. Dat was een lange tijd. Ja, zeker. Was bijna ondraaglijk. Maar hier is hij dan toch weer. Uw enige echte meneer. De grote. Ja, heel lang op moeten wachten. Dat was bijna niet ondraaglijk. Weken waren dat. Zeg, 4 weken lang geen meneer de Groot. Nou, geen ergens toch. Hallo, Vince. Hallo, hier is Vince. Meneer de Groot. Nou, wat een vertrouwde geluiden zijn dat weer, zeg. Ik weet dat ik mede namens u spreek. Namens mijn Vince. Namens als ik mensen, twee Bob, mensen, twee bovenburen. Als ik Bob zelf van niks weet. Als ik Bob hier bij... Bellen, die bellen bij hem, handen, die pakken de volgende. Hartelijk bedankt. Wie ga je bedanken? Patty, hier is gekomen. Ja, ja, wat leuk, Patty. Leuk we hebben een erge prijs gesteld, Patty. Ja, ja, geef een borreltje gedronken met Patty. Ja, nou ja, dat weet ik ook niet. We gaan in de komende weken weer massaal naar jouw leuke programma kijken, Patty. Ik mis geen aflevering en mijn fans ook niet. Ik heb zoveel van jullie. Ja, ja. Dat vinden we allemaal, hè, wat een flauwekul. Geef dat mensen ook niet zoveel drank. Wie zit er nou allemaal die drank in te geven? En dat doe je toch niet, Pep? Belachelijk genoeg. Tot de volgende week. Ik hou zoveel van jullie. Ja, oké.